Heer, oordeel alle die mij kwaad doen. Treed op tegen mij die mij belagen. Grijp uw wapen en schild. Sta op en kom mij helpen. Heer, uw kracht is mijn behoud. In de naam Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. U allen van harte welkom hier in de kerk, maar ook met ons verbonden op deze maandagavond 29 maart, waarin we verkeren in de Goede Week. In deze Goede Week volgen wij Jezus op zijn lijdensweg. Zijn liefdevol offer is het wapen waardoor hij ons bijstaat. Zijn kracht is ons behoud. De openingstekst van zojuist spreekt van wapenen en schilden. Gods eigenlijke wapen is de liefde. Het is deze liefde die overwint. Jezus draagt de zonde, verdraagt ze en zo draagt hij de zonde weg en redt de zondaar. We zullen in deze Goede Week, op deze maandag, dinsdag en woensdag, de twee lezingen pakken van de dag. Ook mogen toeleven in onze bezinning naar de dagen in het paas. De eerste lezing uit het boek van de profeet toont ons de macht van Jezus. Het is de liefde die verdraagt en wegdraagt. Hij roept niet en hij schreeuwt niet. Het gekwetste riet zal hij niet breken en de kwijnende vlaspit niet doven. Vol vertrouwen durft het openingsgebed van deze maandag dan ook de volgende bede uitspreken. Als wij door onze zwakheid bezwijken, laat ons dan weer op kracht komen door zijn lijden. Maria, de zus van Lazarus en Martha, heeft die liefde ook aangevoeld. In Jezus is Gods liefde in zijn volheid onder ons verschenen. En wij mogen ons als christenen actief zijn, zorg hebben voor de arme en misdeelde mensen. Indien wij echter aan de rijkdom van de Christus voorbij gaan, zullen wij onze medemensen nooit die schatten kunnen geven die blijvend zijn. En waarop onze naaste liefde ook gefundeerd is. Wij Jezus uit en blijven wij bij Hem om met Hem onze Goede Vrijdag tegemoet te gaan. Dan zullen ook wij mensen delen in het Pasen. De eerste lezing is genomen uit de profeet Jesaja. Zo spreekt hij. Dit is mijn dienaar. In wie ik behagen schep. Mijn geest stort ik over gerecht. Hij roept niet, hij schreeuwt niet en op straat verheft hij zijn stem niet. Het geknakte riet zal hij niet breken, de kwijnende vlaspit niet doven. In waarheid zal hij de gerechtigheid laten stralen. Onvermoeid en ongebroken zal hij de aarde gerechtigheid laten zegevieren. De verre kusten zien uit naar zijn leer. Zo spreekt God de Heer, hij die het uitspansel schiep en het spande, die haar gewassen uitspande, die op adem gaf en een geest aan alle die er zich bewegen. Ik, de Heer, roep u in gerechtigheid. Ik neem u bij de hand en waak over u en maak u voor de mensen tot het teken van mijn verbond en tot een licht voor de volkeren. Blinden zult gij de ogen openen, gevangenen uit hun kerker bevrijden en uit de gevangenis alle die in duisternis zitten. Woord van we bidden, psalmist 22, de Heer is mijn licht en mijn leidsman. De Heer is mijn licht en mijn leidsman. De Heer is mijn licht en mijn leidsman, wie zou ik vrezen?
De Heer is de schuts van mijn leven, voor wie zou ik bang zijn? De Heer is mijn licht en mijn leidsman. Al stormen boosdoenders aan om mij te verslinden, mijn vijanden struikelen, al mijn bestrijders bezwijken, al staan zij in slag, voor zij oorlog met mij, toch blijf ik vertrouwen. De Heer is mijn licht en mijn leidsman. Ik reken er nog op tijdens mijn leven de weldaden van de Heer te ervaren. Ziet uit naar de Heer en houd dapper stand. Wees moedig van hart en vertrouw op de Heer. De Heer is mijn licht en mijn leidsman. Brengen wij hulp, want Hij heeft barmhartigheid betoond voor onze schuld. De Heer zij met u. Uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. 6 dagen voor Pasen kwam Jezus te Bethanië, waar Lazarus woonde, die hij uit de doden had opgewekt. Men gaf daar een maaltijd te zijner ere. Maar bediende en Lazarus was een van degenen die met hem aanlagen. Maria nu nam een nardusbal en hele kostbaar, zalfde daarmee Jezus' voeten en droogde ze met haar haren af. Het huis hing vol balsemgeur. Daarop zei Judas Iscariot, een van zijn leerlingen, dezelfde die hem zou overleveren: waarom is die balsem niet voor 300 denariërs verkocht en het geld aan de armen gegeven? Hij deed het niet om te armen, maar om die voor. Jezus echter zei: laat haar begaan. Zij heeft dit gebruik onderhouden, vooruitlopend op de dag van mijn begrafenis. Want de armen houdt gij altijd bij u, mij echter niet. Intussen waren heel veel Joden te weten gekomen dat Jezus daar was en kwamen erheen. Niet alleen willen van Jezus, maar ook om Lazarus te zien, die hij uit de doden had opgewekt. De hoofdpriesters besloten toen ook Lazarus uit de weg te ruimen, omdat om hem vele Joden wegliepen en in Jezus geloofden. Woord van de Heer. Mogen door de woord van het evangelie onze zonden worden uitgewist. Laat ons bidden. Almachtige God, als wij laat ons lijden van de geboren Zoon, die met u leeft en heerst, God, door de eeuwen der eeuwen. En stellen we ons tegenwoordig in Hem die barmhartigheid heeft betoond.
Dat alle gelovigen geraakt mogen worden door het verlossend lijden van Jezus. Laat ons bidden. Dat wij door naaste liefde Gods liefde in Jezus zichtbaar mogen laten worden. Dat wij spoedig verlost mogen worden. Dat wij kracht mogen putten uit de vrede. Laat ons. Dat onze dierbare overledenen tot de volheid van het leven in God mogen komen. Laat ons bidden. En bidden wij samen, onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals breng ons op, Vader, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Barmhartige Vader, wil onze gebeden verhoren, sta ons bij op onze weg door het leven. Dat vragen wij u door Christus onze Heer.
Ik wens u vannacht nog een mooie maandagavond toe. Morgen om 12 uur vieren we in deze kerk samen de Heilige Mis. Gaat alle heen in. Et pers nostra salve, ad ignorem.